Dan krijgt hij wel een droge keel in de zaal. Dat begrijp ik. Ja. En is er nog een ander ding? Ik vertelde er net dat er altijd kijkers zijn die naar de telefoon grijpen. En nu gaat u lachen. Ik kreeg net een briefje toegeschoten. Er staat op: een pintere kijker belt zojuist op met de mededeling dat de freule maar één oorbel heeft. Ja. Oh, dat heb ik er één verloren. Ja. Ik denk dat hij afgevallen is. Nee, hij is er niet. Ik denk dat ik hem verloren heb. Ik zal de andere maar afdoen, want dat is geen gezicht. Ik kreeg een valse tip. Ik dacht... Nee, hij is eraf. U vindt niet erg dat ik het zeg, hè? Wel, nee, helemaal niet. Ik vind het erg attent, maar het is natuurlijk voor mij heel vervelend, want nu zat ik er onvolledig bij en ik had hoop dat... Of tenminste, ik wist van niks en ik dacht dat deze kijkers zouden luisteren en niet zouden kijken naar mijn uiterlijk. Ja. Maar dat schijnt dat... Ja, hij bijt een stuk uit het glas, ben ik bang. Niet bijten. Dat doet hij geen stuk. Ja, gaat prima. Lekker. Jawel. Goed, dus. Tropische dieren verblijven toch weer jong geborenen. Ja, hij heeft nou de smaak te pakken. Blijf aan de gang. En weet je wat ook zo leuk is van de dierentuin in de winter? Zomers bedelen de dieren erg. En dat is winters ook veel minder. In de zomer dan hangen... Winters bedelen de dieren minder, zegt ze. Nou ja. Hé, Hannes. Wacht nou even, hè. Wacht nou. Wacht nou even. Nou, Kaleman. Oké. Nee. Nee, nou is het genoeg. Nou is het genoeg. Zat. Nee, nou is het genoeg. Alles komt hier. Donderop. En dan heb ik een paar vertegenwoordigers meegenomen van al die tropische verblijven. Maar dan moet ik even Hannes wegdoen, want er is ook een slang bij. En alle apen zijn doodsbenauwd voor slang. Oké. Dan gaan we Hannes wegdoen, dan gaan we naar de tropische dieren. Waarom slaapt hij? Hypnotiseerd. Hij slaapt, hij is gehypnotiseerd. Ah ja. Ik zou er nou maar niks meer bij zetten.